Naarmate mensen ouder worden, worden zij steeds kwetsbaarder. Welzijn op recept daagt mensen uit om op eigen regie meer sociale contacten te maken en fysiek in beweging te komen. Mirjam Dijkstra voor Seniorenwelzijn laat zien hoe dit concept werkt. Mirjam, zou je mij meer kunnen vertellen over welzijn op recept? Wat houdt dat nou precies in? Het bijzondere van welzijn op recept is dat het zorg met welzijn combineert. En dat houdt in dat heel veel mensen komen bij een huisarts. En niet met medische klachten, maar bijvoorbeeld met klachten dat ze zich somber voelen. Last hebben van depressiviteit. Geen plezier meer hebben in het leven. En de huisarts die heeft er dan niet echt een medicijn voor. Maar die denkt van deze mensen ga ik doorverwijzen naar de welzijnsadviseur. Want die kan dan kijken welke activiteiten of welke sociale contacten iemand weer kan oppakken. Zodat hij wat meer plezier krijgt in het leven. Nou, en deze twee vrouwen is daar een duidelijk voorbeeld van. Vertel, jullie hebben hier ervaring mee. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, heel leuk. We hebben elkaar bij het seniorenwelzijn weer ontmoet. Als jonge meisjes zijn we vriendinnen geweest. En dan ben je elkaar uit het oog verloren. Zij ging emigreren. We doen nou leuke dingen samen. Zijn zelf van plan om op vakantie te gaan samen. De nieuwe generatie senioren is genoodzaakt hun oude dag anders te gaan invullen. De overheid trekt zich met betrekking tot de zorg en welzijn steeds meer terug. Maar gelukkig zijn er vrijwilligers die de wijk ingaan om met senioren in gesprek te gaan over de toekomst. Dus Anja, kan je mij vertellen hoe de oude dag tegenwoordig wordt ingevuld? Ja, dat is zo, is voor iedereen verschillend, maar we hebben ook heel veel vrijwilligers, onder andere Giel. Giel is vrijwilliger bij het huisbezoekproject en die gaat nu beginnen met Wijkpeil in Maassluis. Een nieuwe vorm van interviewen met een tablet. Het doel ook van deze vragenlijst is dat mensen op een verantwoorde en goede manier zelfstandig kunnen blijven wonen. Zoals we allemaal weten moeten mensen tegenwoordig veel langer zelfstandig blijven wonen. Maar dat moet natuurlijk wel op een goede manier gebeuren. En dat hopen we met deze met Wijkpeil te bereiken. Jens, jij bent hier sportconsulent. Vertel, hoe ziet jouw dagindeling eruit? Soms begin ik individueel met mensen te sporten. En soms gaan we met ouderen in groepjes sporten. En naast dat de mensen bewegen zijn, is ook het sociale contact. Het koffiemoment na het sporten een belangrijk onderdeel voor de mensen om naar dat soort activiteiten toe te komen. Nou, we hebben hier een aantal bijzondere ontmoetingen gehad. Wij drinken nog even een kopje thee, kletsen verder. Wilt u zelf meer informatie? Kijk dan op onze website. Kijk eens aan. Lekker kopje thee drinken nog. Ja, zal ik het ook nemen?